Hey, ik ben Aida en ik sta hier in Merksem, want Merksem zit vol schatten en ook jij kan die ontdekken dankzij de Antwerp Museum app. Op deze app staat een erfgoedroute. Ik ga die route niet alleen doen, maar met mijn oma. Zij woont al bijna 20 jaar in Merksem en ik ben benieuwd of de app haar nog wat kan bijleren. Zijn we weg? Ja. De volgende stop is de kerk. De kerk. De Sint-Bartholomeus-kerk. Is 850 jaar oud. Is vorig jaar gevierd. Oké, we gaan eens zien. De deur is vrij sober. Daar is het district thuis. Ja, daar ben ik getrouwd. 20 jaar geleden. Ja, het is heel mooi. Hier worden ook veel tentoonstellingen gehouden. Brouwerij Kordemans. Dat is de volgende stop. Ik denk dat dat hier was. Ah ja, dat is die muur, niet? Zie, zo was het vroeger. En nu is het zo. Ja. Beneden, langs het lange kanaal, zijn we verhaal naast verhaal naast verhaal. Ik versta het niet goed. Dus het volledige gedicht past eigenlijk niet op de toren, maar kunnen we hier lezen. Beneden, tegen de aarde aan, moeten de mensen door de straten gaan. Kloppen de ochtenden aan hun deuren, willen hun monden wat laten verstaan. Kijk, dat is toch mooi, hè? Ik vind dat echt kunst. Dus dit is een beeld van Jos Willems en hij is een ode aan alle schippers op rust die wonen in de omliggende streken hier. Je bent vrij en onafhankelijk en er is zoveel variatie. Allemaal daarentegen. Daar is elke dag hetzelfde. Dat was het verhaal van Marie Jossé. Ja. Een echte schippersvrouw. En ze woont nu in Merksem. Heb jij nog zin om verder te gaan? Ja, natuurlijk. Waarom niet? Want er zijn nog heel veel andere locaties, dus wij gaan verder. Tot de volgende keer. Salut.